De Internationale Dag van de Verpleging wordt jaarlijks op 12 mei gevierd. In verband hiermee heeft het Academisch Ziekenhuis Paramaribo genomineerde personeelsleden van 4 verschillende secties in de bloemetjes gezet. Daarbij werden ook de voedingsassistent, verloskundige, ziekenverzorgende en verpleegkundige van het jaar gekozen. Het gaat respectievelijk om Nathalie Pokorny, Susilène Cairo, Sophia Beerstag-Plet en Jane Rojan Ravenberg. Dag in, dag uit. Is er toewijding en inzet vanuit jullie professie gebaseerd op kennis, aandacht en toewijding? Wanneer u kiest voor het beroep om verpleegkundige, ziekenverzorgende of verloskundige te worden, heeft u een bewuste keuze gemaakt. En het beroep gaat hand in hand met liefde. Liefde op de eerste plaats. En dan komt de rest. Ik ben gekozen als voedingsassistent van het jaar 2023. Ik heb gekozen voor dit beroep omdat ik het leuk vind. En ik doe het met liefde en plezier omdat ik van mijn beroep hou. Voedingsassistenten, wij houden ons meer bezig met de diëten van de patiënten. Bepaalde patiënten zijn aan een bepaald dieet en daarvoor zijn wij verantwoordelijk. Heeft u enig advies aan anderen die binnen het beroep willen stappen? Ik zou ze aanraden om te komen en zelf ervaren hoe het is en niet naar praatjes van de buitenkant luisteren. Want vaak genoeg luisteren men van buiten en dan raken ze meestal gedemotiveerd. Maar ik raad ze aan om toch te komen en het zelf te ervaren. Ik heb waardering gehad als verloskundige van het jaar. Verloskundige is begeleiden van zwangeren. Tijdens de zwangerschap, tijdens de baring en kraamperiode. Het lijkt een heel uitdagend beroep. Kunt u aangeven waarom u hiervoor heeft gekozen? Ja, het is uitdagend. Ik heb ervoor gekozen. Met liefde natuurlijk. En waarom? Het is vanaf jongs af. Toen ik opgroeide, heb ik zwangere vrouwen altijd leuk gevonden. Ze hebben me altijd aangetrokken, om het zo te zeggen. En ik ben beter gaan informeren wie deze mensen zijn die de zwangeren helpen. En ik ben erachter gekomen. Dus ze stralen een bepaalde energie uit. En dat is me vanaf jongs af aangetrokken, als ik dat mag zeggen. Wat heeft er aan bijgedragen dat u vandaag verloskundige van het jaar bent geworden? Ik zet me elke dag in, om het zo te zeggen. Ik hou van mijn werk, ik doe het met liefde. Ik maak mijn werk af, ik blijf soms laat achter om anderen te helpen. Meer om de zwangeren. En ik hou van het werk en ik doe het met heel veel plezier. Collega's, het is elke dag je best blijven doen, inzetten. Het vraagt heel veel energie. Laten we het blijven doen. Natuurlijk, het kan altijd beter. Het mag ook beter. En doe het met heel veel liefde. En zet je in. En vraag de Almachtige daarboven, Heer Jezus Christus, om je bij te staan. Want makkelijk is het niet, maar moeilijk is het ook niet. Als je 100% inzet, je beste beentjes voorzetten, dan zal het wel lukken. En voor de mensen die ervoor willen kiezen, in eerste plaats moet je moet ervan houden, want je gaat heel veel meemaken. Maar als je het met liefde doet en je wil erin stappen natuurlijk, dan ga ervoor, zou ik zeggen. En is echt een uitdaging voor verloskunde. Beroep van ziekenverzorgende. Omgaan met de patiënt, medicatie, onderzoekingen bijwonen. Wij staan eigenlijk onder de verpleegkundige. Dus de ziekenverzorgende ondersteunt de verpleegkundige. Waarom heeft u voor dit beroep gekozen? Ik wil me inzetten voor mijn medemens. Uiteraard heb ik ook een ziekenmoeder. Ze heeft een beroerte opgelopen in 2013. En dat heeft me die push en die motivatie meer gegeven. En die aandacht naar de zieken toe. En ik ben al 21 jaar hier in het ziekenhuis, Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Je hebt agressieve cliënten. Dus ze willen
Sommige van ze willen niet eten, ze willen niet baden. En dan ga je naast het bed. Die patiënt is al verhit, dus dan moet jij in die rust gaan. Die rust uitstralen. Dat komt, het komt goed. Gaat u eten, al is het maar één sneetje brood. Komt u uw medicijn innemen. Dus dat is mijn motivatie naar de cliënten toe. Wat doet ik dat het steeds beter gaat? Je moet je gaan scholen. Toch? De technologie is niet zo ver dat je niet blijft steken. Dus je moet je verder blijven scholen. En volgende maand begin ik op die verpleegkundige opleiding. Mijn dag kan niet meer stuk. Dit van de eerste plaats had ik niet verwacht. Dus zodra ik van hier wegrijd, eerste wat ik ga bellen is mijn man. Die me dagelijks die ondersteuning geeft. Want hij gaat het ook niet verwachten. Wanneer hij me straks komt halen, dan gaat hij het zien. Mijn moeder, mijn broertje, die meldde me ook op. Ik kreeg ook veel steun en motivatie van hem, want hij zit in het onderwijs. Dus waar ik vast zit, dan zegt hij me, je kan het, je gaat ervoor. Dus zo gaat mijn dag verder uitzien. En ik dank de Heer om me die kracht, die steun, die geduld vooral. Als je geen geduld hebt, kan je dit beroep ook niet aanvaarden. Dus om me verder de wegwijs te maken en die motivatie en die steun te geven. Ik dank hem ten alle tijden.